Heidi van den Vijver, bent u tevreden over deze Brabantse pijl voor de dames, voor jouw ploeg? Kon beter, kon echt beter. Een ontgoocheling in jouw ogen? Ja, toch een beetje. Ik heb ze nog niet gesproken, dus we hadden een ander plan. Wat was het plan? Aanvallen? Nou ja, we hadden echt wel Jara en Sanne verwacht, een beetje in de finale. En ja, dan gingen we zien hoe de koers verliep. Hè. Dus Sanne kon meer afwachtend koersen. En Jara, ja, we proberen mee te gaan anticiperen. Maar ja, er waren drie kansen en dus waren drie kansen weg om te anticiperen. En ja, Sanne waren we al voor haar doens verloren, dus ik weet niet wat het probleem was. Dus, ook geen makkelijke wedstrijd met het weer uiteraard, denk ik. Hè. Iedereen had droog weer verwacht, denk ik. Ja, Frank de Bozer was serieus mis vandaag. Maar ja, uiteindelijk, het was toch wel 14 graden, maar ja, dat gaf al heel snel aan dat ze gewoon onderkoeld was. Dus na 25 kilometer, dus ja, dan wisten we al, we hebben haar een jas gegeven en veel gegeten. En ze is er wel doorgekomen, maar nooit op haar niveau. Volgende wedstrijd? Parijs-Roubaix. Dat is andere koek, hè? Ja, het schijnt dat het mooie weer is, dus laat ons hopen. Maar, dan gaat het regenen. Ja, waarschijnlijk. Nee, ja, ik zeg het, dat is een heel andere wedstrijd nog dan natuurlijk. Hè. We hebben er ook een heel... Of ja, Sanon is daar, Jara niet, komen vijf veldrijders en Kim de Baat. Dus dat is een andere ploeg, een andere wedstrijd. Dus moeten we geen conclusies uitrekken. Laatste vraagje buiten deze wedstrijd. Hoe valt Kio de Krabbe mee? Ja, goed ja. Die heeft nu zich een beetje herbrond of ook herschoold naar de weg toe. Dus ja, zij heeft al een mooi programma gereden tot vandaag. En uiteindelijk ja, ze is een teamplayer. En we verwachten haar meer in de wedstrijd in mei-juni. Dus dat zijn meer haar wedstrijden. Maar ja, we hebben er haar altijd bij om het team te steunen. En dat heeft ze goed gedaan. Laatste vraag dan toch maar. Wie wint de herenwedstrijd vandaag? Goh, ik moet eerlijk zijn. Ik heb nog niet echt de startlijst bekeken. Maar de mannen van Alpecin hoop ik. En die waren toch gemotiveerd. Dus laat ons hopen. Ja, voor mij Dries de Bont of zo. Oké. Okay. Veel succes naar de toekomst. Ja, dank u.